Ik maak een vogelnestkastje. Ja, zeg, een vogelnestkastje. Wat kan je daar later mee doen? Wat leer je hier eigenlijk van? Hier leer je zeg maar, hoe je een tekening leest of iets bouwt, zoals een vogelnestkastje. En dan daarna leer je ook nog hoe je boort of waar je moet timmeren of waar je de moet timmeren of ja, waar je de kruisje moet zetten. Wat ga je nou later doen? Heb je ook gedacht van ik ga hier iets mee doen later? Nee, ik weet het nog niet zeker, maar ik wil wel zoiets doen. Want waarom heb je deze leskist gekozen? Omdat ik wel een beetje van die bouwen en zo wel leuk vind. Zoals ik vind Lego ook wel leuk om te bouwen. Dus. Wat doen jullie hier? Wat hebben jullie hier gemaakt? Ik heb deze gemaakt, een blokhut van hout. En ja, dat is met lijm, met schroeven en met houtbalkjes. Zeg, ga je later ook zoiets doen? Nee, denk ik niet. Waarom niet? Ik ga met iets anders bezig. Wat dan? Met techniek ongeveer. Ah, maar techniek is zoveel dan, hè? Wat voor techniek? Ja, dat weet ik nog niet, maar wel iets met techniek. Ja, en is dat voor jou ook zo? Nee, ik wil iets anders doen. Ik wil graag iets met koken doen. Ja, wij moeten natuurlijk eten, hè, om te overleven. Ja. Ja. Maar hoe kom je er dan bij om iets met koken te gaan doen? Nou, sinds mijn moeder allemaal lekkere gerechten heeft gemaakt. En wij kijken een heel leuk programma thuis, Masterchef Australië. En dat heeft mij geïnspireerd om te gaan koken. En sindsdien doe ik ook veel meer met koken en zo. Maar ga je nou koken omdat je het lekker vindt of omdat je kampioen wil worden? Nou, het is ook gewoon puur omdat ik het leuk vind. Maar het is, ik wil ook meer smaken proberen en meer combinaties. Maar het zou ook wel leuk zijn als ik een keertje kan winnen ergens mee. Dat is altijd leuk, hè? Of het nou Ajax is of Heracles. Liever Ajax, maar. Wat nou? Kom je wel uit Almelo dan? Ja. Zo, hoe is dat met jou dan? Ik ben gaan bezig met techniek omdat ik heel veel met internet en computers bezig ben. Vooral met programmeren en vooral met gamen. Ja, gamen hè. Vertel mij wat over gamen. Ja. Ja, hoe lang zit jij achter de computer per dag? Ja, ligt eraan hoeveel ik mag, maar meestal 4 uur. Jouw vader en moeder zeggen niet langer? Nee, ja, niet langer. Maar moeten jullie nog wel eens buiten? Of mogen jullie nog wel eens buiten spelen, jongens? Ja. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. En wat doen jullie buiten dan? Voetballen. Ja. Oké, okay, jij bent Ajax-fan, begrijp ik. En jij? Real Madrid. Zeg jongens, wat is er met die arme Heracles? Weet ik niet. Dat klopt niet goed. Nee. Wat moeten ze dan doen om beter te worden? Betere spelers. Betere spelers kopen. Frisja, wat ben jij aan het maken? Ik ben een telefoonhouder aan het maken en het ziet er zo uit. En knutsel je wel eens vaker wat? Ja, thuis heel veel. Zeg, hoe kom je hier eigenlijk terecht? Via school. En ja, wat vind je ervan? Ik vind het wel leuk en ook wel interessant om het te doen. En maar goed, Hart, vertel eens, wat heb je hier gemaakt? Een zenuwspiraal. En is dat ook een zenuwending? Nee. Werkt die? Ja. Ja. Nou, ja. Waar ga je hem gebruiken? Denk het wel. Zeg, heb je nou vandaag ook wat geleerd over techniek? Jawel. Ga je later de techniek in? Ik denk het niet, maar ik wil wel heel graag naar het technasium. Dat is ook aan de ene kant fijn. Zeg maar, dan hoef je hem niet in je handen te vasthouden. Ja.
Hartstikke handig, hè? Wist je dat dit allemaal kon met techniek? Nee, dat wist ik niet. Dat je zeg maar met allemaal andere materialen iets kon maken. En dat heb ik juist hier geleerd. Zeg dames, wat doen jullie hier? Ik ben tekeningen aan het maken, 3D tekeningen. En ik heb, ik weet niet hoe dat heet, zo'n ding gemaakt. En met gebouwen en landen. En die moet je dan bij elkaar zoeken. En als die goed is, dan brandt er een lampje. Leer je dat ook gewoon in school? Nee. Heb je hier ook iets geleerd wat je niet op school hebt geleerd? Dat je met planken en hoe je moet werken met driehoek linealen. Want dat wist ik niet. En jij dan? Ik heb geboord en getimmerd. Weet je ook hoe de tandarts dat doet, hè? Maar goed, je hebt geboord en getimmerd. Ja, dat leer je niet op school. Nee. Tenminste, niet op de basisschool.